In 1626 is de kolonie Nieuw-Nederland eigenlijk een stelsel van nederzettingjes langs de rivier. Maar ze hebben een hoofdkwartier. Een plek waar ze hun uitvalsbasis hebben, waar hun schepen aankomen, waar de eerste gebouwen staan. Dat is het eiland wat hier ligt, Governor's Island. Dat heette toen Noteneiland, omdat het helemaal vol stond met walnotenbomen. Maar ja, er zijn geen rivieren. Er is eigenlijk veel te weinig land. Je kunt er niet zoveel mee. En om die kolonie dus uit te breiden, hadden ze meer nodig. Dan lag er hier een eiland in de buurt, wat vlakke gronden had om landbouw te beoefenen. Er was zoet water, waren meertjes, rivieren. Het was makkelijk te verdedigen op de zuidpunt. En het was niet alleen een dicht bos vol met wild, het was vooral een plek waar je heel makkelijk kon komen vanuit het noorden. Dat was belangrijk omdat de pelshandel vereiste dat die Indianen uit de bergen met hun pelsen hier terecht kwamen.